Niet op een bed violen. Een psychologische roman geschreven door Jan Sidney. Het verhaal volgt Hans Siepes die samen met zijn vrouw Marke en zijn twee zoons een eigen kwekerij heeft. Hij is dolgelukkig want hij van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. Het enige jammer is dat hij ontzettend hoge schulden heeft omdat er maar weinig klanten zijn die naar zijn kas komen en de kooks, oftewel de kolen die hij gebruikt om zijn kas te verwarmen, worden ook steeds duurder. Toch houdt hij zijn hoofd omhoog, want zijn voornaamste doel in het leven, namelijk zelfstandig zijn, heeft hij wel behaald. Dan opeens wordt hij geïntroduceerd door een oude vriend van hem, Jozef Miras, aan een zwarte vorm van het Calvinisme die ervan uitgaat dat de mens standaard zondig is en dat God een wrekend wezen is en dat het enige wat je kan doen als mens is je hele leven wijden aan God om te hopen op een plekje in de hemel. Hans raakt verslingerd aan dit geloof. Het wordt zelfs zo erg dat hij zijn gezin op de tweede plek zet en zijn geloof op de eerste plek. Wat hij dan bijvoorbeeld doet is hij gaat in zijn eentje in plaats van werken in de kas achterin de kas zitten om stichtelijke dure boeken te lezen die hij heeft gekocht. Of hij gaat stiekem naar bijeenkomsten midden op de dag zonder iets te zeggen of aan te kondigen. Waardoor hij eigenlijk zowel zijn vrouw als zijn werk verwaarloost. En dit is eigenlijk een desastreuze verloop van het geloof. Is hoe het eigenlijk het gezin van elkaar vervreemdt. Want Mark die begrijpt hem niet meer. Ze wil gewoon haar oude Hans weer terug en niet deze gesloten Hans. En hij begrijpt Mark niet meer. Want hoe kon hij nou met een vrouw zijn die God niet snapt en niet gezien heeft. Maar desondanks blijft ze toch bij elkaar. Want ze houden wel van elkaar. En de manier waarop het thema in dit boek naar voren komt, het thema is namelijk religie oftewel geloof, is dat je eigenlijk ziet wat het met zo'n gezin doet, het geloof. Hoe zo'n eigenlijk een goed functionerend, gelukkig gezin, wat natuurlijk wel krap bij kas zit, maar nog steeds gelukkig eigenlijk uit elkaar valt. Maar je ziet ook dat geloof eigenlijk wel Hans hoop geeft op een beter leven in het hiernamaals. En het geloof is eigenlijk, heeft ontzettend grote kracht. En hier, ik ga nu een stukje voorlezen wat eigenlijk de kracht van het geloof aangeeft. En dit is het moment, eigenlijk het omslagpunt, dat Hans eigenlijk ja, in de ban raakte van het geloof. Want hier heeft hij dus God gezien. Hij raakte in extase en zag God. Hij werd opgenomen als een door de wind meegevoerd blad en naderde de donkerheid waarin God was. In die donkere stilte de vuurkolom, die het uitverkoren volk s'nachts bijlichtte in zijn tocht door de woestijn en in de vuurkolom een stem. Die stem, Hans Siepes, heerlijk en angstig tegelijk. Angst, want wie kan bestaan voor zijn aangezicht? In alles verzengende vreugde. Ja, heren, hier ben ik. Een vuurknom of een vuurcel. Vuur, de stem opnieuw. Hans Siepes. Ja, heren, hier ben ik. Hij kreeg antwoord. Wees voortaan mijn knecht. Vol ontzag keek hij toe. Maar ik ben de minste onder de mensen. En dit is eigenlijk het moment dat het thema eigenlijk religie pas in zijn werk kwam. En de uitwerking die religie had op het gezin. Omdat dit het moment was dat Hans echt gewoon, ja, het leefde voor het geloof. Want hij had God gezien en hij moest voor de rest van zijn leven God gaan dienen. Het verhaal speelt zich af in Velp. En dat is een klein dorpje in Gelderland. En het speelt zich ongeveer af zo'n 12 jaar na de Tweede Wereldoorlog. De sfeer in het verhaal is best wel beklemmend, omdat je eigenlijk meemaakt en je ziet het van tevoren al een beetje aankomen hoe een gezin eigenlijk steeds meer in de problemen raakt door het geloof van de vader, dus van Hans in dit geval. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je als lezer een soort van spanning voelt, want je weet eigenlijk al een soort van dat het niet zo goed gaat aflopen. En dus dat zorgt voor een beklemmende sfeer. Je maakt eigenlijk mee hoe een gezin eigenlijk ten gronde wordt gericht door het geloof. En de vertelinstantie is de personale vertelinstantie, dus ofwel het hij-zij perspectief. En dit zorgt er eigenlijk voor dat je soms van Hans, maar ook soms van Markje, dat je hun beide kanten ziet. En dat is heel erg goed om een eigen oordeel te vormen over wat er eigenlijk gebeurt. Omdat als je alleen van Hans zijn visie zou zien of alleen van Markje, zou je eigenlijk misschien maar een eenzijdig verhaal hebben. En nu is het verhaal van meerdere kanten belicht. In dit boek komt dus vooral psychologische spanning voor. En zoals ik net al een beetje heb verteld, komt het eigenlijk dat je meemaakt hoe een gezin eigenlijk gewoon langzaamaan kapot gaat. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat je er meeleeft. En je ziet ook, de psychologische spanning komt ook voort uit het feit dat Hans en Marge eigenlijk constant een beetje ruzie hebben. Wat eigenlijk ook voor veel spanning zorgt gedurende het boek. Een spanningtruc die Hans Siepes gebruikt is dat hij grote sprongen in de tijd maakt. Waardoor het nooit echt een saai verhaal wordt. Want ze telkens als het verhaal dan saai lijkt te worden, dan springt hij weer 10 jaar verder. Waardoor je alweer in een nieuw deel van het verhaal zit waarin al veel meer nieuwe dingen zijn gebeurd. Een motief in het boek zijn eigenlijk de stichtelijke boeken die Hans leeft, want die symboliseren zowel zeg maar, hoe graag Hans bij het geloof wil horen en hoeveel het voor hem betekent, als eigenlijk de prijs die hij moet betalen voor het geloof. Omdat hij moet ze kopen van Miras en hij betaalt er ontzettend veel geld voor, dus eigenlijk bijna zijn hele inkomen. En dat zorgt er dus ook voor dat zijn gezin steeds meer
stuk raakt. Dus dat is ook een symbool voor de prijs van het geloof. Nee, het verhaal, zoals ik net al zei, zit dus eigenlijk zo in elkaar dat je het verhaal volgt vanaf een jonge Hans Siepes van zo'n jaar of 8 tot aan eigenlijk zijn sterfbed. Dus door al die tijdsprongen die Siebelink dus gebruikt, leef je mee met Hans. En een recensie van Kees het Hart uit de Leeuwarder Courant zegt dan ook: Siebelink maakt ons medeplichtig met deze man. We staan niet langs de zijkant te kijken en te hijveren, maar we vinden ons met de schrijver in het benarde hoofd van deze oorspronkelijk vrolijke en nieuwsgierige jongen. Dat is het knappe, laat ik zeggen. Siebelink creëert op voorhand geen afkeer voor deze jongen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Doordat een schrijver dus zoveel het springt in de tijd, maak je eigenlijk zijn leven ook mee. En dat is heel bijzonder aan de structuur van het verhaal. En de schrijver, Jan Siebelink, probeert eigenlijk niet echt een soort van een moraal mee te geven. Want het bijzondere is juist, het verhaal gaat eigenlijk juist over zijn vader. Hans Siepes is een andere benaming voor zijn vader. En zijn vader, dit boek is meer een zoektocht over hoe zijn vader dus verslingerd raakte aan die Bijbel. Hij snapte er eigenlijk niks van. Hij wilde snappen hoe dat nou kon. En hij wilde niet afrekenen met zijn vader. Hij wilde niet zeggen, het is goed of slecht het geloof. Hij wilde het gewoon begrijpen. Dus daarom is het eigenlijk best wel een hele neutrale roman over geloof. En Kees het Hart zegt daarover dan ook: het bijzondere aan deze roman is dat de schrijver niet achteraf een of ander zwartgallig beeld schetst van godsdienstverdwazing en wat het voor huisgezin betekent. Dat kennen we nu wel uit de boeken van schrijvers als Maarten het Hart en Jan Wolkers. Hij kruipt in de huid van een jongen, later een man, een huisvader, een mens dus, die langzamerhand onder de bekoring raakt van een groep fundamentalistische protestanten en die zich daaraan niet meer weet te onttrekken. Ten slotte nog mijn eigen mening. Ik vind Knielen op een bed violen een ontzettend aangrijpende roman, omdat je als lezer meemaakt hoe zo'n gelukkige zin, mede door het geloof en vooral door het geloof, steeds verder uit elkaar drijft en van elkaar vervreemdt. En je maakt als lezer mee hoe zo'n gezin eigenlijk elkaar weer probeert te benaderen, maar dat ze op een gegeven moment al te ver heen zijn om elkaar te begrijpen. En dat doet ontzettend veel met je als lezer. Daarbij vind ik het ook heel erg bijzonder omdat deze roman een andere functie van literatuur laat zien. Juist dat literatuur niet alleen de lezer kan helpen, maar ook juist de schrijver, omdat dit verhaal laat zien hoe Jan Siebelink eigenlijk schrijven gebruikt om zijn vader te begrijpen, om het doen en laten van zijn vader te begrijpen. En daardoor eigenlijk iets in zijn leven af te sluiten en het te verwerken. En dat vind ik ontzettend mooi aan deze roman. Dat het eigenlijk laat zien hoe het niet alleen lezers, maar juist soms ook auteurs kan helpen.